Zo. Live? Ja. Moet ik hem vasthouden? Nee hoor. Goedemorgen allemaal. Welkom op het Facebook kanaal van Droomwatch. Mijn naam is Wiebe de Jager. Ik heb hier de DJI Spark in mijn handen. Daar ben ik nu mee aan het filmen. En jullie hoeven niet heel erg lang naar mijn gepraat te luisteren. Want ik ga namelijk bij deze prachtige locatie, Kasteel Duivenvoorde, vlakbij Voorschoten, ga ik met de Spark wat vliegen en ondertussen live video streamen. Dus ik denk een hele unieke plek voor deze test. Gaat dus live streamen. Ik heb hier ook de remote control van de Spark met daarin de iPhone als FPV scherm. Dus we gaan eens even kijken hoe die functie werkt. Nou, ik start. Ik heb GPS-signaal. Ik kan de Spark de lucht in sturen. Het is natuurlijk uniek dat dat kan met zo'n heel klein drone. Dat je zo kan vliegen. Het voelt een beetje, ja, het is zeker geen Phantom of Inspire. Het apparaatje is zo klein dat hij veel meer vatbaar is voor de wind. Het waait gelukkig niet zo hard op dit moment. Maar je kunt dus best wel heel stabiel videobeelden maken. Zoals je hier kunt zien. Ik stijg langzaam op. Ik zal niet te dicht in de buurt vliegen van het kasteel. Ook in verband met de regeltjes, want die gelden ook voor deze hele kleine drone. Maar je ziet dat ik heel stabiel beeld kan maken. Ik kan de camera langzaam laten draaien terwijl ik vlieg. Er komt hier nu een tractortje voorbij, dus dat zul je even horen op de opname. Ja mensen, het is live video, dus dat soort dingen gebeuren nu eenmaal als je bezig bent. Maar zoals je kunt zien, ja, de Spark vliegt heel mooi, heel erg stabiel. Ik ben nu zijwaarts aan het vliegen met een lichte rotatie. Dat is lastig. Ik zie op het scherm ook dat toch een klein beetje met schokjes gepaard gaat. En dat zou ook goed kunnen, omdat de gimbal van de Spark, die is in twee richtingen gestabiliseerd. In de opwaartse en neerwaartse richting en in de rotatieas van de drone. Alleen in zijwaarts richting is die gimbal niet gestabiliseerd. Dus het zou best kunnen dat je bij zijwaarts vliegen, dat je daarbij wat schokjes krijgt. Maar het is prima te doen. Ik zit nu op een hoogte van 30 meter. Ik zal nog wat hoger gaan vliegen. Het is hier wel spannend. Ik zit echt net buiten de no-fly zone bij landgoed de Horsten. Of eigenlijk op redelijke afstand ervan. Dus je mag hier gewoon vliegen. Het is echt een prachtige locatie. Zoals je kunt zien, het ligt er echt heel erg mooi bij. De zon aan de voorkant van het gebouw. En dan ga ik eens even kijken hoe het met de snelheid zit. Ik heb nu het gas zeg maar maximaal naar achteren. Dat gaat niet heel erg snel zoals je ziet. Oh, daar in de verte zie je Den Haag. Ja, dus dat is wel gaaf om te zien. Op de voorgrond het kasteel. En op de achtergrond zie je Den Haag dicht. Dus het is wel een heel mooi plaatje. En als ik dan weer richting het kasteel ga vliegen. En ik beweeg ondertussen de gimbal naar beneden. Ja, dan krijg je toch wel hele spectaculaire opnamen. Dus het is niet te geloven dat dat met zo'n klein toestelletje kan. Je zou bijna zeggen dat je hier gewoon echt videowerk mee kunt doen. Op momenten dat het lastig is om met een grote drone te vliegen. Want het voordeel van die Spark is natuurlijk dat hij is heel erg klein. En ook stil, alhoewel ik hem toch wel goed hoor. Hij zit nu op, zit nu op 40 meter hoog. Ik ga nog even wat hoger. Richting 50 meter. Ja, dan hoor ik hem toch nog wel vliegen. Dus het is niet dat je helemaal onopgemerkt blijft met het toestelletje. Maar hij is wel een stuk stiller dan een Phantom. En zoals je kunt zien, nou ja, de beelden zijn mooi. Je hebt weinig instelmogelijkheden. Dus als je video gaat opnemen, dan kun je niet allerlei settings instellen. Zoals bij de Phantom 4 Pro bijvoorbeeld. Maar ja, daar is deze drone natuurlijk ook niet voor bedoeld. Het is echt bedoeld om snel wat shotjes te maken. Om wat fotootjes te maken. Nou, dat heb ik net ook gedaan. Voordat ik met deze livestream begon. Ondertussen even een oogje op de accu-status houden. Die staat nu op 31%, want ik had net al een vluchtje gemaakt. Ik heb nog niet bijgehouden hoor, hoe lang je kunt vliegen. Ik krijg nu ook een low battery warning op 30%.
Dus ik hoef nog niet meteen terug te keren. Ik ga wel wat lager vliegen. En ik zal nog eens even kijken of ik vlak boven de vijver kan komen. Ja, het is wel een fantastische locatie, want de konijnen die springen hier om me heen, letterlijk. Dus het is een prachtig. Mocht je nog een keer in de buurt zijn van Voorschoten, dan moet je zeker een kijkje nemen bij dit kasteel Duivenvoorde. En ik ben nu aan het zakken, zoals je ziet. En ik ga nu boven de kasteelvijver vliegen. Hij zit nog niet in mijn inboedelverzekering, dus ik ga ook maar niet te laag vliegen. Hopen dat er geen vis opspringt. Nu merk je ook hoe klein die spark is. Dus ik sta er echt, ik ben nu 50 meter van vandaan. Maar ik zie hem eigenlijk amper. Dus je moet zeker als je bijvoorbeeld bomen op de achtergrond hebt, wat ik nu heb, dan is het apparaatje heel slecht te zien. En nu hoor ik hem trouwens ook niet meer. Hij vliegt nog wel. En ik zit nu op 22% accu-status, dus ik denk dat ik maar terug ga. Nou, hier zie je dat ik inderdaad boven het water vlieg. Ik ben nu 6 minuten live. En zoals ik zei, heb ik al hiervoor wat gevlogen. Dus ik zit nu ruim boven de 10 minuten vliegtijd. Nou, je moet ook niet verwachten dat je super lange vluchten kunt maken. Nou, hij begint nu ook echt te zeggen return to home. Dus dat ga ik ook doen. Ik doe dat nu automatisch. Hij heeft zijn locatie natuurlijk opgeslagen. Maar ik breek dat toch af, want ik ben toch altijd van het zelf terugvliegen. Dus dat was de live streaming video vanuit de DJI Spark. Nou, we hebben gisteren al een eerste blik op het toestel geworpen, een artikel geplaatst. Binnenkort kun je een volledige review verwachten. En daar zal ik ook meer foto's en meer videoopnamen in verwerken. Nou ja, ik sta nu letterlijk voor de drone met een prachtige achtergrond. Ik zal nog eens laten zien waar ik sta. En ik hoor nu ook de obstacle detectie van de drone in werking treden. Dus als ik nu te dichtbij kom, dan krijg ik ook een warning op het scherm te zien. Dus dat werkt goed. Nou, vanaf deze prachtige plek wil ik jullie bedanken voor de aandacht. Leuk om op deze mooie plek een demonstratie te geven. Nou, met 13% accucapaciteit zet ik het apparaatje neer. En ik zie jullie graag een volgende keer bij een volgende livestream. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.